Ja, we zien hier Patrick Frenken van AZ De Sfeer. Is er al goed volksfeest gehad? Ja, gisteravond al naar het volksfeest geweest. En het was weer enorm gezellig. En leuk georganiseerd weer door het volksfeest Aalten. En vanmorgen de optocht even gekeken en op de markt. En ook dat daar de muziekverenigingen even met elkaar komen om daar de muziek af te sluiten. Het was ook een heel leuk idee, moet ik eigenlijk zeggen. Dus dat was hartstikke leuk. Dus de kermis is in volle gang, André. Mis u niet dat AZ De Sfeer eigenlijk deelneemt aan de optocht? Dit jaar doen we helaas niet mee. Vorig jaar hebben we dat wel gedaan. Ja. We hebben dit jaar wel geprobeerd, maar er was nog niet organisatorisch rond te krijgen. Maar wie weet volgend jaar weer. Er wordt aan gewerkt. Nou, een ander geval, AD. Die samenwerking gaat niet door. Nee, dat is helaas de conclusie geworden, zeg maar, na een aantal jaren met elkaar vergaderen. En het blijkt toch dat het hele proces gewoon te lang geduurd heeft. En ook de geest uit de fles is geraakt. En uiteindelijk, zeg maar, hebben we ook de leden daar laten raadplegen. En dat je dan alles op en af telt, dan is het toch verstandig om op dit moment het niet door te zetten. En die zal zeggen wat er gebeurt in de toekomst, maar in ieder geval op dit moment niet. Heeft dat met cultuurverschil te maken? Zondag en zaterdag? Nou, het is een totale plaatje gewoon. Hè. Ik bedoel, als je er met elkaar uit wilt komen, kom je eruit. Zeg maar. Waar een wil is, is er weg. En, nee, met oud bestuur waren we eigenlijk een heel eind. Ja. Nou ja, en het nieuw bestuur heeft dat niet gedragen. Nou ja, dat is helemaal prima. Ik bedoel, dat is aan hun. Uiteindelijk kom je er gewoon samen niet uit. Vindt u dat een gemiste kans? Ik denk voor de voetbal is het een gemiste kans, tuurlijk. Ja. AZ gaat verder en AD gaat ook verder. En dat is zoals we ervoor waren. Nou is de volgende wedstrijd met u al genoemd, hè? AZ zit in Eindhoven, wat gaat het worden? We gaan winnen. AZ gaat winnen. Dat doen we wel. Ik denk 2-1. Nou, ik hou u eraan. Ja, dat is helemaal goed.